Heel goedemorgen, welkom bij deze Markets Update van BNP Paribas. Het was weer een bijzondere avond gisteravond. In de VS trokken de financials, met name Goldman Sachs, de kar. Zakenbanken wisten bijna 10% op te lopen naar sterke cijfers. En Huawei wordt nu officieel aangeklaagd in de VS voor het stelen van bedrijfsdata van T-Mobile. De ruzie tussen Democraten en Republikeinen gaat door. Als gevolg van de shutdown zou de State of the Union, zeg maar de Amerikaanse troonrede, wel eens uitgesteld kunnen worden. Chinese markten gaven wat terrein prijs en zo is het effect van 83 miljard aan fiscale stimuleringsmaatregelen weer teniet gedaan. Het is nu afwachten of later deze maand de gesprekken over de handelsrelatie met de VS beter verlopen. Chipmaker TSMC liet in ieder geval weten de vooruitzichten naar beneden bij te moeten stellen. Vooral door minder bestellingen van Apple. En dat is goed voor een kwart van de omzet. Société Générale is voorzichtig met de cijfers. Vooral de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 5 hakken in de resultaten. Men houdt het dividend wel stabiel en ook de belangrijke ratio's zijn nog op orde. En bij de analisten krijgt PostNL een koopaanbeveling met koersdoel 4,50. Franse AXA krijgt ook een buy recommendation met een koersdoel van 25,20. Andere adviezen waren er voor IBM, Netflix, Microsoft en 3M. En dat zijn allemaal koopadviezen. Macrocijfers zijn er onder andere over de steunaanvragen en bouwvergunningen. En houd er vast rekening mee dat komende maandag de Amerikaanse markten gesloten zijn. Niet vanwege de shutdown, maar vanwege Martin Luther King Day. Morgen is er nog wel een markets update van BNP Paribas.